In deze DIY laten we je zien hoe je een lambrisering kunt maken van oude dakbeschotten. Kijk voor de benodigdheden en de werkbeschrijving op de website van VT Wonen. Begin met het maken van een frame door de vure regels op maat te zagen. Schroef de regels in elkaar. Bevestig het frame aan de wand met de kozijnhoeken en de schroeven. Nu kun je de 20 dakbeschotdelen op maat zagen. Kort de delen af tot 118,6 cm. Van deze delen zaag je er 3 smaller op. Voor de bovenkant gebruik je een dakbeschotdeel van zeker 3 meter. Dit lange deel kort je niet af, maar zaag je wel op. Kijk voor de precieze maten op de website. Schuur alle delen licht op en zorg dat ze ontvet zijn. Nu kan de grondverf erop. Schuur als de verf droog is, de dakbeschotdelen weer licht op. Je kunt ze nu in de gewenste kleur aflakken. Bevestig de delen op het frame. Begin met één smaller deel, gevolgd door de overige delen en eindig weer met het andere smalle deel. De derde bevestig je op de kopse kant. Ten slotte plaats je het lange dakbeschotdeel bovenop de lambrisering. De lambrisering is klaar. Stijl het geheel af met leuke accessoires. Kijk op de website van VT Wonen voor de benodigdheden en de werkbeschrijving.